hartelijk welkom hier. Ja. We gaan straks beginnen met de rondheen. Jullie vragen je vast af wat ik hier kom doen, of niet? Ja. Ik heb te horen gekregen dat hier onder ons het 12.000ste lid is van het jeugdlid. Dus nu vragen jullie je vast af wie dat is. En moet ik alle jongens teleurstellen, want het is een meisje? Nee! Oeh. En haar naam is Tayla Herink. Tayla. Toen dacht ik, wie zou dat zijn? Ik denk, ik niet. Want ik ben al aangegeven door de kidsclub. En ik dacht, oh, een meisje. Gelukkig, geen jongen. Misschien zou ik het wel worden. Dat dacht ik, ja. Aankomende zaterdag krijg je een speciaal arrangement. Dat is een heel moeilijk woord, maar het stelt niet zoveel voor. En dan mag je bij de wedstrijd mag je samen met je papa en mama... En ook nog als je broertjes of zusjes hebt, mag je eten in het restaurant en daarna met de scheidsrechter het veld oplopen. Zo! Ja? Ja, alsjeblieft. En voor de familie was het dus even mondje dicht deze week. Hoe ging dat om alles geheim te moeten houden? Heel lastig. We zijn natuurlijk erg enthousiast en helemaal blij eigenlijk, maar het is ons gelukt, laat ik het zo zeggen. Ik dacht eerst, ik word een beetje voor de gek gehouden. En toen zeiden ze van 12.000ste lid. Ik denk, wauw, dat vindt ze echt helemaal geweldig. Ja, ik zit toch op voetbal. Dus ik kan wel een lid worden van de kidsclub. En dat lijkt me wel leuk om leuke dingetjes te doen. En dus niet zomaar bij een club, maar bij FC Twente. Want wat vind jij leuk aan FC Twente? Ja, het is wel een leuke club. Ook als we langs het stadion rijden met de kinderen. We hebben nog een dochter van 5. Oh, het Twente stadion. Dus het leeft wel bij ons. Ja. Ja, en toen zij geboren is, in dat jaar zijn we landskampioen geworden. Dus zij zat in het wippetje toen, met sjaaltje en al toen we landskampioen werden. Ja. Mooi. Ja. Nou, wij wensen jullie heel veel plezier zaterdag. Heb je al een paar stadionliedjes geleerd? Ja, van papa. In het begin. Kun je er eentje voordoen? Ik weet niet meer zo goed hoe het gaat. Moet je zaterdag maar laten horen. Ja.